Ja, deze trappen, wie kent ze niet? Het is een iconische plek in Rotterdam. Ik ben bij het World Trade Center op de Coolsingel. En ik ga op bezoek bij Postillon Convention Center WTC Rotterdam. En ik ontmoet daar de general manager Lucas van Kruchten. Wij zijn onderdeel van de Nederlandse hotelketen, Postillon Hotels. 7 locaties in Nederland, waarvan alle een hotel hebben en vergader- of congresfaciliteiten. Voor onze locatie geldt dat we voor nu enkel congrescentrum zijn, bezig zijn met het bouwen van een hotel. En dat is wie wij zijn. Ja, in maart kwam onze premier met het nieuws dat er toch wel een lockdown aan zat te komen. En dat voor ons betekende dat we eigenlijk per direct op slot gingen. Ja, al met al een behoorlijke impact direct op ons bedrijf. Ja, en bovenal natuurlijk de omzet terug naar nul. Landelijk zijn we natuurlijk ook druk bezig met het voorbereiden van 1,5 meter protocollen. Dus eigenlijk constant zoeken naar hoe kunnen we wel zorgen dat we dat kunnen doen waar we goed in zijn. Namelijk congresseren, vergaderen en bezig zijn met gastvrijheid. Dus dat zijn de dingen die we gelukkig nog wel kunnen en waar we nu druk mee bezig zijn. Nou ja, goed, we gaan ervan uit dat we gewoon op korte termijn toch die 100 personen in ieder geval weer kunnen gaan ontvangen. Waarbij we kunnen laten zien wat er allemaal mogelijk is met inachtneming van de richtlijnen. En daarnaast werken we natuurlijk toe naar de opening van ons prachtige hotel. Wat mij betreft, ondanks deze hele situatie, toch een feest moet worden. Ik wil jou in ieder geval alvast heel hartelijk danken voor de ontvangst en voor de leuke rondleiding weer vandaag. Fijn om hier weer eventjes fysiek aanwezig te zijn. Ik ga jou de MKB Borrelbox overhandigen. Nou, allereerst heel leuk. Leuk ook dat jullie hier vandaag waren. Ja, en verder, ik kan iedereen alleen maar onwijs veel succes toewensen in de komende periode. Ik gun iedereen echt alle geluk van de wereld en vooral veel durf vanuit alles en iedereen om de draad weer op te pakken en met z'n allen weer te doen waar we goed in zijn. Mooi, daar gaan we voor. Top, dankjewel.